Goedemiddag, mijn naam is Jozef Aars. Vandaag kijken we naar absolute waarden. Als a groter dan 0 is, de absolute waarde van a kleiner dan a, wordt de absolute waarde van 7 is 7. Als a kleiner dan 0 is, de absolute waarde van a gelijk aan min a. Want de absolute waarde van min 7 is 7. Waarom is dat gelijk aan min a? Als a min 7 is, is 7 gelijk aan min min 7. Dit is a, dit is min a. Want min 7, 7 is min min 7, dus min a. En dan groter dan 0 gelijk aan a, kleiner dan 0, laat het min tikken gewoon weg. Nu, wat zijn de eigenschappen? Als je een product neemt, je neemt er de waarde van, gewoon de absolute waarde van het product. Ja? Bijvoorbeeld, min 7 van 3 is samen min 21, absolute waarde is 21. Als je... En dan kun je schrijven als min 7 maal 3, namelijk min 7 wordt 7 en 3 wordt 21. Ook bij twee negatieve getallen, min 7 min 3 is samen plus 21, dus absolute waarde is 21. Ja? Als je min 7 maal min 3 absolute waarde, krijg je 7 maal 3 is 21. Dus het product van absolute waarde is de absolute waarde van het product. Als je de som neemt van twee getallen, dan is absolute waarde altijd kleiner dan de som van de twee absolute waarden. Dus bijvoorbeeld x plus y absolute waarde kleiner dan de absolute van x plus absolute waarde van y. Bijvoorbeeld min 7 plus 3 is samen min 4. Of min 4 wordt dus 4. Als je de absolute van x neemt plus de absolute waarde van y, wordt het dus 7 plus 3. En inderdaad, 4 is kleiner of gelijk aan 10. Dus de absolute waarde van x plus y is kleiner dan de absolute waarde van x plus de absolute waarde van y. Andere eigenschap. Als je de absolute waarde van x neemt, min de absolute waarde van y, en daarvan de absolute waarde nemen, dus twee keer absolute waarde, is dat kleiner dan 1 keer absolute waarde te nemen. Ja. Want de absolute waarde van min 7, min min 3 dus, is 7 min 3 is 4. Ja. Als je nu gewoon de twee getallen optelt, dus min 7, ja, min 3, krijg je min, afgelopen van min 10, wat 10 is, dus inderdaad 4 is kleiner of gelijk aan 10. Ja, dus 2 keer absolute waarde nemen is kleiner of gelijk aan 1 keer absolute waarde nemen. Ja, volgende eigenschap, ja, verschil van twee waarden, absolute waarde is kleiner dan de som van die twee waarden. Dus min 7, min 3, dus min 7, min 3, absolute waarde is min 10, is 10. Als je nu twee getallen optelt, min 7 ja, plus 3 is 7 plus 3 is 10. Inderdaad kleiner of in is gelijk, maar toch kleiner of gelijk aan. Dus het verschil is ook kleiner dan de afgelopen van de som. Ja, dat zijn dus de eigenschappen: product, de som, verschil, absolute waarde van absolute waarde. Ja, nu het belangrijke eigenschap: als je verwerking krijgt van absolute waarde, als f van x gelijk is aan g van x is. Ja, dan heb je twee oplossingen, ofwel is f van x gelijk aan de positieve waarde van gx, ofwel is f van x gelijk aan de negatieve waarde van gx. Waarom is dat zo? Omdat je bij absolute waarde 2 mogelijk hebt, de a en de min a. Bijvoorbeeld x gelijk aan absolute waarde 2 plus 1, is de oplossing x gelijk aan de positieve waarde 2x plus 1. Tweede oplossing, x is gelijk aan de negatieve waarde min 2x plus 1. Ja, die werkt dan uit, dan krijg je min x is 1, of x is min 1. Min 1, ja. Tweede oplossing, x is gelijk aan min 2x min 1. Haakjes uit het werk, krijg je 3x is min 1, of x is min 1 derde. Dus je merkt, bij die verrekking met absolute waarde heb je altijd twee oplossingen. Ja. Let op, je kunt ook kiezen, optie bij tweede, min x gelijk te stellen aan 2x plus 1. Dus min f van x is g van x, je kunt dat kiezen. Dan krijg je dezelfde oplossing, namelijk, ja, dan krijg je min 3x is 1 of x is min 1 derde. Ja, je hebt de mogelijkheid om hier te kiezen ook in plaats van f van x g van x te schrijven. Ja, f van x min f van x is min g van x. Ja, dus je hebt twee oplossingen, f van x is g van x, oftewel f van x is min g van x, dat je ook kunt schrijven als min f van x is g van x. Soms is dat gemakkelijker om eerst min f van x te schrijven en geef dan omgekeerd. Dat zijn de eigenschappen, de vier eigenschappen. En de oplossing van vergelijkingen, ja, onthoud twee oplossingen, plus en min. Denk voor de aandacht tot de volgende keer.